We zijn nu net klaar met Ben ik al geboren lezen. Ja. En jij gaat ons aankleden. Ja. Misschien. Als we iets aantrekken, dan ga jij daarover. Dan ga ik daarover, ja. En weet je al wat? Nee, ik weet nog niet. En dat was eigenlijk de afspraak die ik met Geert-Jan heb gemaakt. Hij wil, zeg maar, eigenlijk heel erg vanuit de repetitie kijken wat er nodig is. Het enige is dat het, zeg maar, beeld eigenlijk begint, start vanuit een soort crematie. En dat bijvoorbeeld het Sascha, zeg maar, een kamerjas bijvoorbeeld aan heeft, zeg maar de mensen binnenin, zeg maar, tot ze naar crematie gaan. En nou ja, verder is het natuurlijk heel afhankelijk van welke scènes zich daar ontwikkelen. Want qua improvisatie en waar jullie het over gaan hebben de komende 2 maanden. Dus daar ga ik op inspelen en kijken wat daaruit voortkomt. Toen we aan het lezen waren, dacht ik opeens, oh, we moeten misschien allemaal van die kleren aan hebben die je aankrijgt als je inderdaad begraven of gecremeerd wordt. Ja, hè? Geestig. Of we moeten misschien allemaal wel in ons blootje. Zijn dat gedachten die bij jou ook dan de revue passeren en die je meteen ook weer weggooit van ja, dat zal wel, maar nog even verder nadenken? Of zijn dat acteursreflexen? Dat in het blootje rondlopen? Bijvoorbeeld? Nee, die neem ik dan wel mee. Of denken van die begraven kleren? Nee, die begraafskleding, dat had ik dus, dat was in feite ook gewoon, zeg maar, waar ik het met Geert-Jan over heb gehad. Wat dus altijd ietsje netter is, over het algemeen, dan wat de mens gewend. Ja, nee, in ieder geval wel zo, dat is niet de Nederlandse crematie. Want ik dacht van, ja, de zin is natuurlijk zoals de Nederlandse crematie is, dat is gewoon natuurlijk het zwarte pak en daarvoor rode skiën. Ja. Maar ik denk toch vooral omdat dat kussen van Mark iets gestileerder is, dat we ook wel iets gestileerder gaan werken. Dat is het uitgangspunt. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen hoe het eindigt. Oké. Dus ik denk dat het wel heel leuk is dat daar een soort, mooi, dat daar een verloop in is. Maar ik weet, zeg maar, vermoed je dat we de kans krijgen om ons te verkleden? Ja, waarvoor niet? Nou, omdat we niet af zijn? Binnenin. Binnenin? Oké. Okay. We gaan nog niet verklappen waar binnenin. Maar... Oké, dat heb ik juist gezegd. Nu had ik knippenkruid. Oké, binnenin, dat klinkt wel heel vaag. Waar binnenin? Goed, ja. Nou, wordt vervolgd. Oké. Okay. Neem ik aan, of niet? Ja. En over waar ik al geboren ben, dat is... of ik al geboren ben, dat is weer een heel ander verhaal. Maar vandaag wel, lijkt me.